Hoe is het in de hoofdstad? Nou, het gaat hier hartstikke goed. Sinds Johnny de trainer is, worden er weer punten gepakt. Er wordt weer gezongen en die Amsterdamse arrogantie is weer terug. Maar goed, vier keer op rij winnen van een paar kleine clubjes, dat is wat anders dan tegen de nummer 2 van de Bundesliga. Want vanavond spelen ze gewoon tegen Union Berlin. En dat zijn Duitsers. Jack, vier keer gewonnen op rij. Waren nou niet de grote der aarde, maar toch is die Amsterdamse bluff weer terug. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Dus jullie worden gewoon ook kampioen. Heb je daar ooit twijfel aan gehad? Die Amsterdamse arrogantie is er weer, die bluff is er weer. Die is er altijd. Nou, die was eventjes weg. Maar nu is hij extra aanwezig. Komt de Johnny, hè? Onze Johnny. Het weer een kale dude, dus deze kale dude gaat het wel lukken. Zing een liedje voor mij alleen. Heb jij er ooit van gehoord van Union Berlin? Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord. Staat tweede, Jack. Ik keek er wel van op. Ik ook niet. Staat fucking tweede, man. Geld ingepompt. Hebben ze Arabieren daar... Had jij ooit van ze gehoord? Nee, maar ik ging naar de onderstand kijken. Die zag gewoon tweede in de Bundesliga. Ja. Ik dacht, godverdomme, dat gaat nog een wedstrijd worden. Waar lopen die moffen? Die lopen helemaal daar achterin. Ja, ik heb ze daarin zien lopen. Oké, ga ik daar. Dus er zijn twee plekken waar je Duitsers kan vinden. Dat is bij een biertap of bij een vreetent. Als er ergens varkensvlees verkocht wordt, dan is een Duitser er staat meestal vooraan. Maar ik zie geen Duitsers. Hallo, hartelijk welkom in Holland. Ze zijn ook echt altijd bekend om hun vriendelijkheid, hè? Die Duitsland, die gastvrijheid. Echt top. We hebben Holland nog niet gehoord van Union Berlin. Wieso staat die kleine verein als Berlin op een tweede plaats in de Bundesliga dieses jaar? Naja, weil sie aus wenig Möglichkeiten viel machen. Es wird enger, als mancher Ajax-Fan denkt. Ik denk 2-2. Die Amsterdamse arrogantie is weer vier keer gewonnen. Jullie gaan weer bluffen. Dan wordt er 2-1. Ajax! Nou is het wel om het echt hier. Je speelt tegen een clubje waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt, wat wel tweede staat in de Bundesliga. Ja, de Uwe uit Berlijn, hè? Kunnen zuipen, jongen, die gaan. Ja, en zeiken. En voetbal. Ja, voetbal ook helaas, ja. Er lopen er een stel van die moffen, ja. Gaat dat goed, denk ik? Ja, snel wegrennen als je ziet en hoort. Ja. Jij wegrennen, zij moeten rennen, toch? Ja, dat is een tip voor. Precies. En dan komen ze met... Ja, nee, dan komen hier gewoon Duitse ME-bussen naar binnen rijden. Maar ik heb niks gedaan, joh. Ik vind dat sowieso wat als hier Duitsers binnen komen vallen met van dat soort tanks. Ja, verdomd, hé. Sta 1. Stasi 1, dat zat er niet. Die hebben jetzt schon viermal gewonnen, Ajax. Neue trainer. Richtig, Union hat 6-mal gewonnen. En wat wordt het? 3-1. Zet er laag in, 4-0. 1-1. Weer scoort voor Union Berlin? Ja, Gerardo Becker. Nou, zoals je ziet, Duitsers zijn grote innemers qua drinken. Het gaat niet per blikje, het gaat niet per sixpack, het gaat niet per krat. Het gaat gewoon per tank. Hij is aan Union. Hallo, hartelijk welkom in Amsterdam. Hallo. Hallo. Is er zat? Wimma. Oké, ik denk het wel. 0-0 geworden. Dat was niet veel. We waren een beetje bang, denk ik. Voor de Duitsers? Ja, niet aanvallen, een beetje terughoudend. Haal één positief ding uit deze wedstrijd. Die knappe speler was de... Welke knappe speler? Rens. Ik hoop dat we doorgaan. Ik wil een beetje Amsterdamse arrogantie. Ja, we pakken ze. Okay, daar ben ik. We pakken ze. Ah ja, dat is het ook zo. Merci. Hey, topper. In Berlijn zul je nooit winnen. Sorry. Ja, het is een kleine hulle. Ja, zeker weten. Wie nennen ze jezelf hier? Die IJzeren of zo? Ja, die IJzeren, ja. Zijn ze? Ze was founded by IJzeren Steelworkers, IJzeren Workers. So, en van daar komt het, van de tradition IJzeren Union, de IJzeren. Oh, super. Bedankt voor de leuke wedstrijd. We zijn terug in Berlijn. Ik zou wat positiefs brengen. Als om mee te eindigen. Jongens, weet je wat het... Nee, ik ga dat brengen. Oh, dus tetter er nou eens 5 seconden niet doorheen. Je bent nog steeds ongeslagen onder Johnny. Hey, kijk naar Veronica offside. 7:30, Veronica. Ik zou het om 8:30 doen, want anders mist hij de hele uitzending. Doei!